Ja, het aantal overleden is natuurlijk zorgwekkend. Te midden van een golf moet je verwachten. En verwachten we ook dat er meer mensen gaan overleden. Vooral als je dagelijks een aantal besmettingen hebt die over de grens zijn. En we hebben steeds keer op keer gezegd, ons positivity rate is nog hoog. Oké, we hebben weliswaar gisteren een positivity rate van 8% gezien, maar dat is een percentage dat wel gisteren het laagste is sinds de start van de tweede golf. Maar het aantal besmettingen zijn toch nog aan de hoge kant. Kijk, weliswaar gisteren 20, maar we hebben wel dagen van een gemiddelde van 40 ongeveer. En dat is nog hoog. En zolang je besmette personen hebt, moet je ervan uitgaan dat er daaronder ook mensen zijn met onderliggende aandoeningen. En die mensen met onderliggende aandoeningen en risicogroepen, die zijn hebben sneller kans op complicaties en sterfte. In dat kader zien we wel een neerwaartse trend. We zien wel een neerwaartse trend. Maar je moet natuurlijk heel erg alert zijn en waakzaam. En het is jammer als personen dan komen te overleden. Ja, de gezondheidssector, dat blijft ook een hele puzzel, want we moeten dagelijks personen plaatsen. Elke persoon die positief getest is, gaat in isolatie. Of indien de persoon hulpbehoeftig is, zorgbehoeftig is, gaat de persoon in een ziekenhuissetting. Soms gelijk in een IC, afhankelijk van de situatie van de persoon. Maar we hebben nu met de neerwaartse trend enige ademruimte in de ziekenhuizen. Maar we blijven natuurlijk de zaak goed volgen. En we proberen elke besmette persoon te monitoren. Ook personen gaan nu ook wat in thuisisolatie. Bepaalde personen kunnen in thuisisolatie. En daar zit er een team op die ook de monitoring doet. Oké, wil dat zeggen dat we een versoepeling kunnen verwachten van de COVID-maatregelen? Ik zou zeggen, de neerwaartse trend biedt wel ruimte daartoe. We hebben wel een basis als we daarover dat willen doen. Uiteraard wil de regering hebben dat ook, zoals de samenleving daarnaar mag, ook normalisatie en verlichting van maatregelen. Wij kijken nog vandaag binnen de Raad van Ministersvergadering welke mogelijkheden daartoe bestaan en wat naar onze mening de meest wijze besluiten zijn. Dat is niet alleen afhankelijk van de minister van Volle Gezondheid. Mijn taak is om de gezondheidszorg te waarborgen, de bescherming van de burgers. Maar de regering heeft als taak om de samenleving te behoeden van de impact van de COVID-19 op de economie, op de maatschappij, op het sociaal leven. Dat snappen we ook. We hebben een stukje verantwoordelijkheid die we zo meteen ook zullen bespreken.